Ondernemers willen groeien. Hiervoor is van belang dat ondernemers digitaal gaan werken. Maar ondernemers ervaren een ravijn tussen business en IT. Vaak wordt techniek als leidend ervaren, terwijl het juist ondersteunend moet zijn. Wat je vaak ziet als mensen willen innoveren, dat ze vanuit de techniek denken. Ze denken aan wat ze al hebben. Ze werken zoals ze altijd gewerkt hebben. Maar mensen willen tegenwoordig ook anders werken. Veel intuïtiever, die zijn hele andere gebruikersinterfaces gewend. En zijn ook gewend dat je vanuit hun manier van zoeken denkt. En niet uit wat het bedrijf ter beschikking stelt. En als je iets bouwt wat functioneel correct is, dat wil nog niet zeggen dat je eindgebruikers ermee gaan werken. Wat je nou moet doen als je gaat innoveren, is dat je gaat praten met de eindgebruikers. Want die moeten ermee gaan werken. Dus als je niet weet wat zij willen, dan kun je ook niet bouwen wat ze nodig hebben. En dat moet je ook doen op een manier die visueel en tastbaar is. Dat doe je met, dat noemen wij visual engineering. En dat is een methodiek uit de industriële vormgeving. Waarmee je dus heel tastbaar maakt wat het eindproduct gaat worden. Dit zorgt ervoor dat wanneer je gaat ontwikkelen, dat de eindgebruikers ook gaan krijgen waar ze naar op zoek zijn. En het resultaat is dat je een systeem oplevert waar mensen naar uitkijken in plaats waar ze tegenop kijken. We zijn met Edgar gaan samenwerken en onze doelstelling was, ja, laten we zorgen dat hij de state of the art van deze tijd gaat worden. Maar het gaat nu eigenlijk steeds verder, want nu, we durven te dromen. Ze denken echt mee met een nieuwe businessmodel, waardoor we ook niet alleen goed op de winkel passen, maar er ontstaat zeg maar zelfs een hele nieuwe winkel met nieuwe mogelijkheden. Ja, dat hadden we eerst helemaal echt niet durven dromen eigenlijk. Ik denk dat je innoveren kunt vergelijken met een vlieger bouwen. Het heeft ook iets agiels, iets fragiels. Je gebruikt bestaande materialen. Je moet tegen de wind in, anders ga je niet omhoog. En je hebt een goede staart nodig, anders vlieg je ook niet.